op zoek naar kleine, grappige en ontroerende berichten in Gelderse Koppen. Nu bij TV Gelderland. Nou, moet je kijken. Kom ik gewoon langs een hoop tegels en dan gewoon met een beetje inspiratie en een behoorlijk hard werken heb je in recordtijd iets gemaakt wat er nog niet was. Ja, ik weet niet of het heel bijzonder is geworden, maar dat is wel het principe erachter. En dat geldt ook, zeg maar, voor al die krantjes. Want een week geleden was het gewoon nog wit papier, sommigen hebben niks in. En toch staat het nu helemaal vol met mensen die dat toen nog niet wisten. Ja, de een die verzamelt postzegels en de ander die is met zijn zeilboot bezig. En ik doe het met fischertechnieken. Iets onder controle hebben, dat is wel een karaktertrekje. Ik moet wel weten hoe het gebeurt en wat er gebeurt. En dat is met dit ook. Nou heb je natuurlijk niet altijd controle over, maar dat maakt juist de hobby juist leuk. Als je langzaam gaat lopen, dan val je bijna om, hè? Ja, dan is het even heel onzeker. Net alsof je als een kind weer begint te leren, inderdaad. Wat zou één zo'n baksteen nou wegen? Pontje? Van Eck en Wiel hebben ze een nieuwe boot. Schipper Geer van het Veer kan er jaren vooruit. Heen en weer, heen en weer. Net op tijd. Als ik nog ga rennen, dan kan ik nog even mee met de pont naar Utrecht. Want daar hebben we Geer van het Veer. En die heeft een splinternieuwe boot. Terwijl die hier al 24 jaar heen en weer vaart. En ik mag mee. Twee heren, één van de twee is Geert. Nee. Check. Hallo. Geert. Hoi, Harm. Is nou je echte naam Geert van het Veer? Gerardus Media van Lunzen. Geert van het Veer noemen ze mij. Deze boot is splinternieuw, toch? Dit is een heel nieuw schip. En dan kan hij nu al gewoon, moet je dan proefvaren of kan je dat gewoon? Nou, we hebben dan de eerste A2 dagen hebben een beetje geëxperimenteerd. Want het is natuurlijk ten opzichte van het andere schip is het toch wel een hele andere gevaart. Is denken het dat een heel ander schip, ja? Een heel ander schip. Het vorige schip wat wij hadden, de Regina Fluminum nummer 1, dat is een schip, die heeft een totaalgewicht denk ik van ongeveer 120 ton. Een soort onderzeeboot, zeg maar? Nou, nee, dat niet zozeer, maar dit schip weegt dan helemaal kant en klaar, inclusief motoren met dieselolie, alles erop en eraan, rondom de 160, 170 ton. Het schip is dan logger, reageert iets trager. Maar er zit wel meer snelheid in. Dus als je enig bent er echt zo. Hoe lang is de afstand, weet je dat? Is ongeveer 150 meter. Ja, je kunt ook niet goed zwemmen eigenlijk. Hoe ben je hier terechtgekomen, Geer? Hoe ben ik hier terechtgekomen? Ja, dat is om het heel gauw te vertellen. Mm. Als jochie zijn niet van het water af te slaan. Echt als klein kind al? Als klein kind al, altijd op het water gezeten. Geer werkte jarenlang op de binnenvaart. Hij draaide wel 125 uur per week, tot groot verdriet van zijn vrouw. Nee, dat was geen scheepsmeisje. Echt een vrouw van de wal. Echt waar? Een walse? Echt een vrouw van de wal. Hoe noem je dat dan? Een vrouw van de wal? Ja, noem je dat? Een vrouw van de wal. Maar in Amsterdam is een vrouw van de wal, dan krijg je knol van je hart. Wallen. Ja. Wallen. Maar de enkelvoud van wallen is wal. Vrouw van de wal. Maar in ieder geval, in de scheep van kringen noemen wij dat zo. Maar in ieder geval, het alternatief. Wat ga je dan doen? Dus een veerpont een hele goede alternatief. Is dat nou echt zo? Al het werk wat je doet, dan weer nou op een grote auto rijden, kleine auto rijden, strontschip, passagiersschip, maakt niet uit. Alles heeft zijn verantwoordelijkheid. Zullen we even in de zon gaan staan, even werken? Ja, maar dat moet wel gewerkt worden. Verder werken. Het moet wel gewerkt worden. Ja.
walking by instead. It seems that you always wanna look my way. Hey, you can't deny, boy, you're such a shy boy. Dit is natuurlijk ook nog een bijkomstig bij jouw zware baan. Dat je ook met allerlei soorten mensen om moet kunnen gaan. Met gewoon met jongelui. Dus, ja, Joost is fantastisch. Echt waar? Ja, is schitterend. Ja, dan word je in elkaar geslagen. Dus, nee, daar valt mij. Ik had verschrikkelijk hard. Zal ik gewoon even aan hun vragen wat ze van jou vinden? Ja, dat moet je doen. Hoi. Hoi. Wat vind je nou van Geer van het Veer? Hij is gewoon altijd gezellig hier. Echt waar? Ja, hij praat altijd gezellig. Wat is een voorbeeld? Ach, gewoon, hij komt altijd even kletsen. Ik kan me voorstellen dat het een bepaald soort klant is waarvan je zegt, nou, ik zet het hek iets te vroeg open en rijd er maar in. Er zijn natuurlijk mensen bij, ja, je weet natuurlijk niet wat er thuis gebeurd is, je weet niet wat er op de werk gebeurt, je weet niet wat er onderweg gebeurt. En wij hebben dan altijd toch ook wel een klein beetje een idee dat het hier toch eigenlijk ook weer een beetje een rustpunt is. Ja, en dan komt het eruit als je pech hebt. Nou, er staat dan wel tegenover dat we dus standaard mensen zijn die nooit geen goede morgen, goede avond, goede middag zeggen. Echt? Dat gebeurt. Altijd galbakkerig. Maar, nou nee, dat is geen galbakgedrag, maar dat is gewoon, die mensen hebben die instelling. Ja. Maar er staat dan tegenover dat je ja, dan eigenlijk toch ook wel die instelling moet hebben. Je moet gewoon heer blijven. En ik zeg altijd natuurlijk zo, de mensen die hier overkomen. Dat zeg ik tegen mijn collega's ook die hier dan komen werken. Je moet er rekening mee houden. Die mensen komen eigenlijk jouw salaris brengen. Is dat ook het mooie eraan? Dat je, ja. Want het is een vrij saai stukje. Het is heel mooi. En het uitzicht is werkelijk, nou ja, verpletterend. Je ziet het op een gegeven moment niet meer. Maar dat ik nou door de rond te kijken en ik zie al de bijdoren in bloed staan. Schitterend. Nou, dat is wel weer mooi. Dus je hebt de seizoenen. Het is elke dag aan. Je hebt het weertype. Elke dag aan. Andere mensen. Ja. Nou, er wordt natuurlijk heel veel gepraat. En dat de mensen zeggen, maar ja, krijg jij niet het heen en weer. Ik bedoel, je gaat de hele dag heen en weer. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je moet natuurlijk altijd rekenen. Wij gaan nooit weer. We gaan altijd heen. Tja. Als ik jou nou vier keer heen en weer meemaak, Geert, dan ben jij echt een watermens. Ik ben echt een watermens, maar waarom, dat weet ik ook niet. Ik denk dat ik verwekt ben van wat water. Zou dat kunnen? Ja. Ik weet het ook niet. Welk watertje zou het dan geweest zijn? Dat weet ik ook niet. Ik denk aan de lek. Wat zijn jullie aan het doen? Een tochtend uit voorrijden die we uitgezet hebben. Een tocht aan het voorrijden? Ja. Zondag gaan we een tocht rijden met 25 man zo'n beetje. Ja? En waarom zien jullie er zo kolderiek uit? Ja. Dat hoort bij een Solex. Dit is een Solex? Ja. Een echte ouderwetse? Ja, verdomme. Kijk, Solex. En, nou, dat... Ja, dat hoort ook zo. Ook en dan zo. Hoort dit dan zo bij? Nou, eigenlijk een grote leren, Jos, maar dat is mijn te warm voor je nou. Wat doe je ja, normaal? En ik doe het niet, want dan zak ik de grond in, want die is te zwaar. Ik heb het één keer aangehad en ik kwam niet meer van mijn plaats af. Ik heb er nog nooit op gezeten. Mag ik een stukje doen? Ik vind het fantastisch. Deze eerste vriend. Wacht, nou, ik ga er eerst op zitten en dan zeg je het maar. Ja, dan moet je even aantrappen. Aantrappen? Ja, je moet wel eventjes je best doen. Aantrappen zo. Ja! Ja, straks komt hij niet meer terug met de Solex en zijn we hem kwijt. Hij gaat lekker! Tot ziens! Mensen zijn zo intolerant op de openbare weg. Als je hier rijdt, en er komen fietsers aan, motorrijders, die toeteren allemaal naar je, zwaaien allemaal naar je. Dus iedereen vindt het leuk eigenlijk. Ja, dat is met een auto, duim omhoog in de auto, die man. Wat is er? Iedereen wil de jaren 50 terug, wat is dat toch? Ja, waarschijnlijk omdat het toen nog gezellig was. Is er nog een soort Solex Yell bij of een soort... Clublied. Ja, dat is een speciaal lied. Oh, kun je dat even aanheffen? Nee, dat kan ik niet zingen. Maar op de Solex, ja,
De Solix doen ze iets geks. Wat rent er op Solix? Seks? Ik weet niet, het is een heel leuk liedje. Ja, ik weet ik het ja. niet. Ik ken helemaal niet. We gaan het aanzoeken. Ja. Zou ik zeggen, go, go, go. Een Solix. Ook mooi. Een Solix. En zwaaien naar je. Zit je als een miljonair. Je hoeft alleen maar op te stappen. En dan maar fietsen zonder trappen. Ondernemer heeft het maar moeilijk. Zekerheid is er niet meer in deze economisch barre tijd. Of toch wel? Goedemorgen. Hi. Ja, wil je reizen? Ja, zonder vuur gelukkig. Ja. Medium Sonja kijkt voor bedrijven wat de toekomst brengen gaat. Is goed. Het bedrijf bestaat al een jaar of 10, 12. Ik omschrijf mezelf als iemand die een versterkte zesde zintuig heeft. En daar ben ik mee geboren. Je kan het paragnost noemen, je kan het medium noemen. Maar ach, maakt allemaal niet zoveel uit. Je begon klein, dat werd groter. Er kwam steeds meer personeel bij. Ik ben absoluut geen zweverig type. Moet je ook niet zijn om dit, als je dit goed wil analyseren, zo'n advies, of wil doen, dan moet je gewoon met twee benen op de grond staan. Testen. Ik zie de ruimte. Testen. Er worden testen gedaan. Je hoort en ziet het. Het is zoiets als ik mijn ogen dicht doe, dan in een fractie van een seconde krijg ik een filmpje voorgeschoteld. En dat probeer ik te vertalen in een normale menselijke taal. Of ik hoor woorden die automatisch uit mijn mond gesproken worden. Daar hoef ik helemaal niks voor te doen. Als ik maar goed verbinding hou met waar zit vertrouwen in mij, als ik dat signaal krijg, dan heb ik verbinding met mijn gids. En dan zit ik goed. Ik zie een 3 à 4 personen die op dit moment werkzaam zijn met jou en voor jou vanuit hun eigen bureau. Het eerste wat Sonja zei is van je bent gewoon een beetje aan het verstoffen. Jullie zijn allemaal een beetje aan het indutten. Kijk, het hobbelt wel door. En dat was voor mij toch een moment om me heel goed te realiseren van dat is waar. En dan ga je het ineens ook zien. Nou, en toen heb ik radicaal uiteindelijk toch vlak voor de kredietcrisis dat roer weten om te gooien. En dat is natuurlijk een hele ingrijpende verandering geweest. En dat heeft goed uitgewerkt. Kleuren van rood, geel, blauw komen op de muren of in de ramen of in de plafond. Dus heel licht komt allemaal weer terug. Dus er is iets wat mij zegt. Het is een